Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Goed jongens, het is voor mij vandaag vrijdag. Het is 26 februari. En ik ga in plaats van nu dagelijks vloggen omdat ik het weekend dienst heb, ga ik een weekendvlog doen. Dat is het makkelijkste, dan kan die maandag online. Ja, hallo allemaal, ik ben er weer. Ik ben eventjes een paar dagen een beetje uit ritme geweest, dat klopt. En in het weekend natuurlijk ook. Maar, ik heb trouwens net avond gegeten. Er is vanmiddag van alles gebeurd. Er zaten namelijk spinnen achter mijn gele kast, die daar in de hoek stond. Daar, nou dat staat er dus niet meer. Het is gedrooid, maar ik dacht met één, die kast heb ik dus naar voren getrokken zodat ik die spinnen kon doden. Nou ja, ja, bevangen was het niet, want ik heb ze echt doodgeslagen. Sorry voor de mensen die het zielig vinden. Maar ik dacht me in één keer, wacht even, het is veel fijner om die kast hier te zetten. Waardoor ik daar echt een hoekje om te slapen krijg. En hier echt een hoekje om te werken en te zitten. En dat het niet bij elkaar staat. Dat ik weet niet. Op zich, hoe het allemaal stond, was echt top. Ik was er heel blij mee. Maar ergens was dat wel het puntje dat me irriteerde. Dus het is weer veranderd en hopelijk blijft het zo staan. Wat mij betreft wel, want ik heb de bed nu op de plek waar ik hem vanaf begin af aan al wilde. Maar dat werkte niet omdat die knoppen van dat bed uitstaken. Maar ja, zo kan het wel. Ik vind de kast eigenlijk ook wel leuk staan zo. Dus ja, ik ga nu de afgelopen vlog van afgelopen zaterdag uploaden. Dat moet namelijk nog gebeuren. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb het nu in één keer super warm. Ik had het net heel erg koud, dus ik had een trui met lange mouwen aangedaan en deze eroverheen. Maar nu heb ik het super, super warm. Dus die ga ik zo even uitdoen, denk ik. Wat ik ga doen is heel even mijn tasje die daar hangt inpakken voor morgen. Want ik heb morgen natuurlijk dienst, dus ik wil wel morgen gewoon alles meenemen. En ik moet even kijken hoe laat de bus morgen komt. En verder heb ik eigenlijk niet zoveel te melden, denk ik. Nee. Een vrij relaxed dagje is het vandaag geweest. Ik ben vanmorgen was ik niet lekker, een beetje overgegeven. Ik heb net wel een beetje gegeten, dus dat zit er hopelijk gewoon nog allemaal in straks. Maar goed, ik ga de vlog even uploaden. En als dat is gebeurd, dan kunnen we lekker een chill avondje houden. Ik denk dat ik zo meteen heel even ga douchen. Even gewoon lekker onder de douche. Dus je kan nooit kwaad. En ja, gewoon lekker mijn pyjama aan. Lekker relaxed. Hè. Ik loop vandaag echt in zo'n flare pants. Ik denk dat ik die morgen ook aan doe naar werk. Want dat zit gewoon best wel lekker los eigenlijk. Dus ik denk dat ik die lekker... En het voordeel is, ik heb hier drie van. Dus als ze vuil worden, kan ik gewoon een andere pakken. Maar ik moet even kijken of ik dat doe. Of dat ik gewoon voor een spijkerbroek ga. Maar goed, dat zien we wel. In ieder geval... ga ik even kleding klaarleggen voor morgen, tas inpakken en daarna zien we wel verder. Misschien zo nog even gauw de handstofzuiger door mijn kamer heen, want het is nu best wel een beetje, ja, viezig of zo, stoffig zie ik heel erg. Dus ik ga zo even gauw, denk ik, even snel Franse slag stofzuigen, maar eerst de video uploaden. Goed, ik heb even de deur dicht. Ik heb serieus even heerlijk gedoucht. Daar was ik echt wel heel even aan toe. Ik heb net een maskertje op mijn gezicht gedaan. Ik heb dat alleen even niet gefilmd. Helaas. Maar ik ben omgekleed. Ik doe deze broek strakjes uit. Maar ik wil er nog even lekker mijn broek aan houden. Ik ga naar beneden lopen om nu eventjes medicijnen in te nemen. En daarna dan ga ik lekker in bed liggen. Het is nog best wel vroeg. Het is niet heel erg laat of zo. Het is... 20 uur, 41, dus het valt mee. Ik ga denk ik even lekker de tv aanzetten. Even lekker Videoland of Netflix of weet ik het wat kijken. En daarna dan... ik heb mijn bed in en lekker slapen. Ik ga in ieder geval dat ik zeg, de tv ga ik niet aanzetten. En even deze kabel erachter vandaan toveren, want dat is nou niet zo'n heel handig plekje. Ik kan er beter voor hangen, want dan kan ik hem tenminste nog een stukje draaien. Als dat mee wil werken, tenminste. Ja, zo kan die niet een stukje draaien. Ha, top. Ik ga mijn pillen innemen. En slapen. Tenminste, niet slapen, maar mijn bed in ieder geval in. En dan zie ik jullie morgen.
Goedemorgen jongens. Het is zaterdag. Het is 17:45 geweest. Ik ben inmiddels wakker, aangekleed en gewassen. Ik ga nu even mee koffie zetten. En daarna dan ga ik mijn make-up doen. Dan ben ik alweer klaar. Goed, inmiddels zit de make-up er weer op. Voor hoeverre. Ik heb er zin in dat vandaag. Maar ik ga eventjes, tenminste ik ben even, medicijnen aan bestellen. Pijnstilling, want ik kan ze niet meer in de winkel kopen. Ik slik namelijk altijd die clavinacalium tabletten. 12,5 gram. Maar ik kan die dus niet meer bij de kruidvat kopen. Het werkt voor mij heel erg goed qua buikpijn en menstruatiepijn en zo. Dus ik heb nu online bij de TA-drogist die pillen besteld. In de hoop dat ik ze dan dinsdag of zo binnen heb. Dat zou wel fijn zijn. Ik heb trouwens een koffietje gezet. Ik heb nog steeds niks aan. Ik moet zelf een shirt aantrekken. Maar ja. Ik twijfel of ik een t-shirt aan moet doen of een shirt met lange mouwen. Maar ik denk een shirt met lange mouwen, want zo warm is het niet. En zo warm is het daar ook nooit. Dus ik twijfel een beetje of ik wat ik eigenlijk wil. Aan de ene kant zeg ik, weet je wat, we doen gewoon een shirt met lange mouw. Maar daarentegen aan de andere kant denk ik, een shirt met korte mouw kan op zich ook gewoon prima. Oeps, ik weet het eigenlijk niet. Even kijken hoe laat de bus gaat. Even kijken. Goed. Onderweg jongens. Het is frisser buiten. Ik heb even mijn winterjas uit mijn kast getrokken weer. Maar niet mijn hele dikke winterjas, maar redelijk warme jas. Want het is niet heel erg warm. Het is best wel fris eigenlijk. Het is ook echt mistig buiten. Maar goed. Onderweg naar het werk. Ik heb nog even een kop koffie gedronken. Pijnstilling ingenomen. En nu op uitwerk. Ik heb gewoon een lilaan tasje bij vandaag van de Primark. Die zijn gewoon super chill. Ik kan gewoon alles ingooien. Dat hoef je niet moeilijk te doen. Dus ja, ondertussen met een podcast op in mijn oren. Of een podcast, een luisterboek. Ga ik op naar werk. Ik had trouwens toch misschien beter een trui kunnen doen. In plaats van een t-shirt en een vest. Het is toch kouder dan ik had verwacht, maar goed, het maakt niet uit. Daarom ben ik wel blij dat ik deze jas aan heb gedaan. Anders had ik het echt heel erg koud gehad. En ik heb gelukkig ook maar een dienst tot 11 uur. Dus dat is mooi. Dus kan ik vanmiddag nog wat dingetjes doen. En morgen heb ik natuurlijk een dubbele dienst. Morgen ben ik er tot 11. 'S ochtends. En daarna uiteindelijk 's avonds weer van 7 tot 10. Dus ja. Goed, en ik ben klaar. Ik heb wat langer doorgewerkt, moest ook nog even rapporteren, dus dat is gebeurd, dat is gedaan, dat is mooi. Ik heb net pas koffie gedronken, dus ik heb ook echt heel veel trek nu, dus wat ga ik nu doen? Ik ga even naar de supermarkt hier, om even wat te eten te halen, want ik heb echt trek. Even een croissantje halen ofzo, of een broodje. En daarna door. Naar huis en dan lekker mijn gemak houden. En morgen weer. Goed. Vrij weinig gefilmd. Oh, kipvel. Oh, koud. Waar zit mijn telefoon? Oh, hier. Die ligt gewoon naast me. Ik ga naar mijn bed, jongens. Het is niet heel laat. Het is 9:30 geweest. Morgen heb ik natuurlijk de dubbele dienst tot 11. En dan 's avonds weer van 7 tot... Ik ga morgenmiddag denk ik er nog wel ook gewoon heel even liggen. Maar morgenochtend in ieder geval eerst 3 uurtjes werken. En ja, dus het wordt weer vroeg op. Nou heb ik wel het voordat mijn opa me morgen afgooit op mijn werk. Omdat ik anders natuurlijk niet met openbaar vervoer vroeg kan komen. Dus dat scheelt wel. Dus ik kan morgen wat langer blijven liggen. Ik ga morgen denk ik rond 6:45 mijn bedtijd of zo. 6:30, 6:45. Ik denk 6:45, want vanmorgen was ik ook binnen 20 minuten klaar.
En in de tussentijd heb ik gewoon YouTube gekeken en koffie gedronken. Dus ik denk dat ik dat morgen ook gewoon lekker ga doen. Ik zet mijn wekker denk ik gewoon lekker 7:15. En dan lekker op het gemakje, rustig, wakker worden. En mijn ding doen, alles ligt klaar. Dus het is morgen een kwestie van wassen, aankleden, make-upje opsmeren. Dat is toch al vrij weinig. Koffie drinken, tas pakken en wegwezen. En dan de poetsen niet vergeten. Dus het valt allemaal wel mee. Maar ik denk dat wat ik zeg, ik denk dat ik morgen gewoon lekker mijn wekker tussen 6:30 en 7:00 zet. Want normaal zet ik mijn wekker. Als ik met de bus moet, zet ik mijn wekker natuurlijk gewoon om, wat zal het zijn? 6:00? 5:45 of zo? 6:00? Dus het is wel even wat verschil dat ik wat langer mag blijven liggen. Dus dat is wel fijn. Maar goed. Ik ga nog even een YouTube video afkijken van Julian the Phantoms. Nee, helemaal fan. Echt helemaal leuk. En daarna dan ga ik slapen. Goedemorgen. Koffietje gezet. Mijn wekker ging om 6:30 af of om 6:30 af. Dus perfect. Ik ben aangekleed. Gewoon deze lange trui aan gedaan. Nou, hij is niet heel dik, maar hij is wel lekker warm. Ik ga mijn telefoon pakken. Want ik ben namelijk al verder helemaal klaar. Wacht even. Ik ben namelijk verder al helemaal klaar. Dus tenminste, ik moet alleen even een beetje make-up op doen. Maar dat is tegenwoordig ook binnen 5 minuten gebeurd. Ik doe dit gordijntje altijd open. Zodat ik deze spiegel kan gebruiken. En ondertussen ga ik even een YouTube video kijken. En make-upje een beetje opsmeren. Koffietje drinken. Oh. En dan komt het wel helemaal goed. Het is nu 6:46. Dus dat is op zich top. Ik ga het even mijn make-up doen. Oh. En morgenavond, of vanavond avond niet jongens. Ik ben benieuwd hoe me dat gaat bevallen. Of ik vanavond nog echt wel zin heb om te gaan. Of dat ik denk van, oh, why? Komt denk ik wel goed. We gaan het meemaken. Make-up, koffie. En dan om 7:30 de deur uit. Goed, inmiddels ben ik helemaal klaar jongens. Ik zit lekker aan een kopje koffie. En ik ga tegenwoordig morgens altijd heel even hier bij het raam staan. Om gewoon even lekker naar buiten te kijken. En nu is het voor dat er ondanks zondag is best wel leven is nu. Had ik niet verwacht. Het is trouwens 7:50. Dus we gaan zo de deur uit. Tenminste, mijn opa die komt vanaf die kant van de straat aanrijden. Dus dat kan ik mooi zien. Dus ja, helemaal top. Schoentjes zijn aan. Ik heb mijn All-Stars vandaag weer eens aangedaan. Die lopen gewoon best wel heel erg chill. De tas staat al ready daar. Jas ligt daar al. Dus het is zometeen gewoon een kwestie van alles aandoen. En lekker de deur uit. Ik heb er wel zin in. Ochtendje weer. Gisteren was wel een hele zware vond ik. Want ik heb me eigenlijk ook echt verteld aan iemand. Super dom, maar goed. Maar ik ben heel benieuwd eigenlijk. De camera lag trouwens thuis. Want die is leeg. Dus die ga ik nu aan de lader hangen. Zodat dat gelijk kan opladen. En dan heb ik daar verder geen omkijk meer naar. Dus dat is top. Dus dat ga ik even doen. En dan kan ik de deur uit. Goed, inmiddels ben ik thuis. Ik heb serieus echt lekker gewerkt vorige. Het is nu middag. Het is 3:15. Ik lig heel even lekker op bed. Even chillen. Misschien niet eens slapen, maar wel gewoon even lekker liggen. En dan ga ik zo meteen avondeten en vanavond natuurlijk weer werken. Maar dat is de reden waarom ik nu heel even op bed lig. Gewoon lekker relaxed, chill. Top. Ik ben helemaal happy op deze manier. Ik ben alleen bang dat mijn make-up zo meteen helemaal uit gaat smeren. Dus waarschijnlijk moet ik dat straks even overdoen of bijwerken ofzo, voordat ik wegga. Maar nu in ieder geval gewoon lekker even op bed liggen. Ik heb net even YouTube-video's gekeken. En even een ander shirtje aangedaan. Deze hou ik vanavond ook aan, want ik had het eigenlijk best wel warm met die trui die ik vanmorgen aan had. Maar ik ga zo meteen even een kopje koffie drinken en even avondeten maken en zo. Dus ik ben nog wel even zoet. Maar goed, eerst even lekker een 30 minuten mijn ogen dicht doen. Want anders ga ik echt vanavond heel erg moe zijn.
Goed, ik heb heel even gelegen, maar ik ga even douchen. Want ik wil gewoon even douchen. Dan ben ik misschien een beetje meer wakker. Een beetje beter in mijn vel. Ik ga alleen mijn gezicht niet wassen, want dan smeer ik mijn make-up eraf. Dat doe ik vanavond maar gewoon even lekker onder de douche. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb mijn kleding voor morgen klaar, of voor vanavond klaargelegd. Ik doe deze trui aan. Wollige trui met een t-shirt en een zwarte broek. Maar ik ga even douchen. Dus dat ga ik nu doen. En daarna ga ik mijn eten maken, want dat moet ik ook nog doen. Ik heb nog genoeg te doen. Goed. Ik heb avond gegeten. Dat was echt super lekker trouwens. Dat was echt super lekker. Ik heb een broodje gegeten. En kipfilet. Ik zou ook groente en aardappel gaan eten, maar toen dacht ik nee. Geen zin om dat nu nog te maken en ik heb er ook een tijd voor. Ik ben buiten adem. Over ongeveer een half uurtje. Moet ik weg. Het is bijna 6 uur. Dus ik ga nog even een YouTube video kijken. Een drijven op eten. En dan naar het werk. Ja, even bijkomen. Ik heb het trouwens wel super koud. Dus ik ga denk ik gewoon met mijn trui doen. En die denk ik ook gewoon aanhouden. Zo warm is niet. Oh my god, echt serieus. Oh. Oh, stop nou even. Ik ben verkouden, ik hoest maar de pest. En ik ben misselijk. Ik heb echt zoveel gegeten. Gewoon te veel. Dat is echt erg. Oh my god. Ik ben opeens vet verkouden. Ik weet niet hoe dat kan. Of dat gewoon door het pittige eten komt. Of dat gewoon komt omdat ik gewoon verkouden ben. Maar dat is raar. Want ik was het daarnet nog niet. Vanmiddag was ik nog niet verkouden. En nu in één keer. Dat is raar. Maar maakt niet uit. Ik denk trouwens niet dat ik vanavond nog veel ga filmen. Want ik denk dat trouwens dat ook de reden is waarom ik het in één keer benauwd heb. Omdat in één keer mijn neus wordt geblokt door allemaal snot. Ik denk dat ik trouwens niet heel veel ga filmen meer vanavond. Want ik werk van 7 tot 10. En als ik thuis kom ga ik slapen. Denk ik. Denk het wel. Volgende week staat er trouwens nog niks op de planning. Dus dat is jammer. Maar ik hou het in de gaten. Trouwens even een ding. Hebben jullie dat ook? Sinds dat Valentijnsdag geweest is, staat er op mijn TikTok for you page. Echt. Misschien 98% alleen maar van die liefdesdingen. Met al this initials, are a couple of weet ik het wat allemaal. Dat is echt bloedirritant. Wacht, ik ga het jullie laten zien. Oh wacht, eerst even Snapchat bekijken. Nou, zo zielig is dat niet. Kijk. Oh, nou nu zie ik Dario als eerste. Dus dat, oh, nu niet meer. Kijk. The best girlfriends were born in. Ik krijg al die dingen. Nee, Jack dan niet. Oh, Jack is live. Leuk. Hier. Your Disney princess based on your. Je sterrenbeeld. Ah, sorry jongens, als het zo goor is dat ik mijn neus ophaal. Maar vreselijk. Gewoon opeens. Allemaal liefdesdingen. Of hier, kijk. This initial wants to marry you. En dan krijg je zo'n initial te zien. Hier, couple, boyfriend, couple, het is zoveel, why? Doen ze dat expres? Is dat gemeen bedoeld of zo? Van hey, neem ook eens een vriend. Het is echt raar. Zeggen dat Valentijn is dat dit alleen maar op een for you page. Dit alleen raar. Maar ook vervelend, want ik zie gewoon niks anders meer op mijn for you page dan dat. En dat is echt irritant. Nu maak ik nog leuke dansjes tussendoor en weet ik het wat, maar nu echt of grappige dingen of zo. Nu zit er niks leuks tussen.
Waarom voel ik me in één keer zo? Ik blijf trouwens gaan filmen omdat er anders toch geen moer aan deze vlog is. En zo kan ik tenminste nog een beetje kletsen. Maar het is echt raar. Hier, when he says he wants to cuddle. En dan krijg je zo'n zo'n ding, denk ik, in beeld. Ja, kijk. Zo. Why? Zo irritant. Ja, ik volg niet heel veel mensen op mijn eigen TikTok. Dus ik merk heel erg dat als ik op mijn following page kijk, ik er uiteindelijk doorheen ben. En dan denk ik, dan heeft er niemand meer geüpload. En dan ben je wel verplicht of van TikTok af te gaan. Of weer zo'n stom boyfriend-girlfriend ding te kijken. Dan denk ik, waarom nou? En dan heb je vervolgens ook een pardon. Dat is mijn eten. Ik heb echt 10 dingen door elkaar gegeten. Het is echt niet goed. Misschien ben ik daarom ook misselijk. Ik heb net een panini gegeten. Stukjes kip. En net een hele bak druiven. Man, ik ben echt niet goed bij mijn hoofd. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb trouwens dit lampje even aangezet. Vond ik wel schattig staan eigenlijk. Het focust op mijn hoofd. Ga weg. Oh, nu wel. Je ziet alleen niet wat er staat. Central Park, het museum. Het restaurant van Friends. Dus ik kijk af en toe maar gewoon eens even op Instagram. Kijk, er komt hier bijvoorbeeld nog een... oh, nou is ze weg. Nog een Jamie Lee voorbij. Focus op Jamie. Hallo Jamie. Gezellig. Jongens, ik wil echt... Kan iemand dit even overnemen of zo? Ik moet zo meteen werken. Straks ook naar huis gaan, dan vind ik dat niet erg. Maar nee, laat maar. Ik zeg al niks meer. Ik wil zeggen, straks word ik naar huis gestuurd. Dan vind ik dat wel erg, want dan heb ik geen geld. En ik vind het ook eigenlijk helemaal niet erg om vanavond te moeten werken. Maar eigenlijk wel zin in of zo. Je zal mij echt niet heel snel horen klagen. Ik heb er wel zin in. Maar goed, ik ben benieuwd. Even mijn mails checken, YouTube video kijken. Openstaande declaratie, ja welke is dat? Ja, dat is die van vorige week. Dat doe ik zonder, moet morgen wel zo. Oh nee, dat moet ik vanavond doen hè. En dat moet ik niet vergeten. Waarschijnlijk ga ik het wel vergeten hoor, want als ik om 10 uur thuis ben of tenminste om 10 uur klaar ben. Dan heb ik dat echt niet meer door dat ik dat nog moest doen. Hoe laat is het nu eigenlijk? Hè? 7 uur, dus we gaan tussen 6:30, 6:45 weg. Mijn pa brengt me heen. Maar wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja, als ik om 10 uur klaar ben, dan heb ik niet echt door. Ik weet niet wat ik wou zeggen. Oh ja, dan heb ik niet door. Dat ik dat nog moet doen, zeg maar. Dus vandaar dat ik er waarschijnlijk straks geen erg meer in heb en het uiteindelijk alsnog morgen doen. Maar ik heb het in mijn Notion app gezet. Echt een super toffe app. Ik ga jullie daar wel in de vorige of volgende vlog, dus die van morgen. Ga ik daar jullie wel even in meenemen. Ik twijfel trouwens of ik dat dagelijks vloggen doorzet, want er is gewoon echt geen moer te doen. Maar misschien dat ik wel dagjes aan elkaar plak ofzo. Ik vind het heel lastig om te weten, om nu een beetje te weten en te willen wat ik wil doen. Een weekvlog vind ik heel leuk, maar uiteindelijk 9 van de 10 keer is de weekvlog gewoon echt fuck. Omdat ik gewoon niks te doen heb. Dagelijks vloggen werkt ook niet echt. Want er zijn ook echt mega veel dagen dat ik gewoon niks te doen heb. En dan heb je een super saai vlog. Weet je, dat is ook niet leuk. Dus ik vind het heel lastig. Ik weet niet echt wat ik nou wil of moet. Ik vind het een beetje lastig. Maar goed, er komen we uiteindelijk wel. Ik heb er zo'n leuke plek zitten hier. Oh jongens. Word ik toch helemaal schijnziek van. Er komt er weer zenuwstelsel. Is niet helemaal oké. Maar als ik bij mij dus ergens op mijn lichaam drukt. Dan wordt zo'n plek wordt wit. En uiteindelijk trek ik dat weer terug. Bij mij blijft dat... Of tenminste wordt het rood en uiteindelijk trek ik dat weer terug. Maar bij mij blijft dat dan uiteindelijk een rode plek. Zie je? Ik ben een apart geval, dat klopt.
Dus elke jongen die later een relatie met me heeft, of tenminste, de jongen die later... Precies, Ers gaat nu bellen. Ik moet zo werken. Ik had haar net gebeld. Ik had je letterlijk net gebeld en ik moet zo werken, dus het heeft nu geen zin om te bellen. Jongens, daar zijn we weer. Klaar met werken. Ik moet zeggen, ik ben wel moe. Maar niet zo dat ik denk, ik heb nu echt gewoon slaap nodig of zo. Ik ga me gelijk even omkleden, want het leuke is dat ik het shirtje gewoon aanhaal. Want waarom niet? Maar wat ik zeg, ik ben niet heel erg moe of zo. Het is ook niet dat ik gelijk zeg van ik moet nu gaan slapen. Helemaal niet eigenlijk. Maar ik heb wel lekker gewerkt in de avond. Zo zei ik maar, weet je, je hebt er geen zin in om. Ik dacht echt van ik heb geen zin, ik wil niet. En vervolgens was ik daar en het was echt leuk. Ik heb trouwens ook nog op de andere. Trouwens ook nog op de afdeling van mijn oude waar ik stage heb gelopen, 4 jaar geleden, heb ik nog gewerkt van 7 tot 8, dus dat is echt top. Super gezellig, ook echt een collega waar ik heel veel mee gewerkt heb, 4 jaar geleden. Dus dat was echt zo leuk om daar gewoon weer samen mee te werken. En ze waren allemaal heel verbaasd dat ik mijn diploma niet heb gehaald. Maar ja, het was gewoon super leuk om daar weer even terug te zijn en even met 2 collega's gewerkt te hebben die waar ik heel veel mee gewerkt heb in die tijd. De dierenriem was voor mij natuurlijk mijn eerste stageperiode en mijn eerste zorgstage. Dus ik laat eigenlijk alles vallen die ik nog aan de was. Maar dat was echt wel gewoon heel erg tof om daar lekker weer terug te zijn. Dat was super gezellig. Dus ja, ik was echt wel helemaal blij om daar weer te zijn. Zeker toen ik haar zag. Ik had er echt heel goed mee samengewerkt altijd. En het was vanavond gewoon weer feest. Het was echt heel erg leuk. Het was gezellig. Dus mij hoor je niet klagen. Maar goed, ik ga niet klagen, maar wel slapen. Mijn ogen dan even dicht doen. We zijn trouwens niet gecheckt met de avondklok. Dus dat is fijn. Alweer niet. Ik word eigenlijk weer nog in 1 keer gecheckt met die avondklok. Dat is eigenlijk gewoon best wel raar, vind ik. Ik vind het gewoon heel raar. Het is heel raar. Ik ga trouwens mijn make-up er vandaag niet afhalen. Daar heb ik even geen zin in. Ik laat het lekker even zo. En ik zie het morgen wel. Ik heb geen zin om moeilijk te doen. Ik ga alleen even mijn telefoonkabel inboren in de muur. Ik heb hier dus al stekkerdoos opgehangen. Heel cliché met duct tape aan de muur, maar goed. Maakt niet uit. En dan deze hier zo. Dat ik die niet mee in de knoop zit of zo. Zit nou niet echt op te wachten. En dan ga ik lekker liggen. Oh, sokken eruit. Normaal was ik echt iemand die gewoon alles helemaal make-up ging reinigen en zo, maar na zo'n avondje werken denk ik echt, ja doei lammer. Oh, moet hier filmen. Denk ik echt, ja lammer. Maar, ik ben eigenlijk ook helemaal niet moe. Zoals jullie misschien wel aan me merken. Ik ben nog best wel goed wakker ofzo, dus ik denk dat ik gewoon heel even lekker op social media ga scrollen. Alwel zal iedereen wel slapen nu denk ik. Maar ja. Ik weet het niet. Oh, wacht even, de DA-droog is. Morgen wordt mijn pakket van DA-droog is bezorgd. Dat is wel heel fijn. Dat zijn dus mijn diclofenac-pillen. Dat is echt heel fijn. Dat betekent dat ik hopelijk minder pijn ga krijgen. Sternental. Wat is dat? Oh, leuk. Ik ben gewoon aan het filmen en gewoon niks aan doen. Maar goed, maar niet. Ik ga slapen. Want dat mag.
Nu, denk ik wel. Tenminste, ik ga niet gelijk slapen. Maar wel proberen te slapen. Want ik ken mezelf. Morgen ga ik niet laat op zijn. Morgen ga ik waarschijnlijk vroeg er weer uit. Helemaal geen zin in. Maar ik weet hoe ik ben. Dus ik ga deze vlog ook eindigen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk was er toch nog een beetje iets leuks aan. Voor hoever ik het heb kunnen vastleggen. In ieder geval bedankt jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En ik zie je morgen weer bij een nieuwe vlog. Ja, morgen. Ja, wel morgen. Tot morgen. Doeg!